is naar beneden, altijd naar de grond starend en vooral stil. Heel erg stil. Het moet ook niet makkelijk zijn. Populair bij zijn klasgenoten, maar ik vind hem de grootste nietsnut van deze school. Lennart werd vanaf de eerste dag zijn slachtoffer. En geloof me, Bart kent geen... Wij zijn hier wel aan het voetballen, hè, joh. Het is eigenlijk, hè, zet er jij een fout. Eerste indruk van Aarke bij mijn nieuwe vrienden op mijn nieuwe school. Hé, loser. En sindsdien zit ik hier. En sindsdien... Bart is nu verleden tijd. Hij werd van school gestuurd. Zijn vrienden, het clubje, stelden opeens niks meer voor op de speelplaats. Het leek wel of ook voor hen een enorme druk wegviel. Ik heb besloten om bepaalde momenten toch maar eens vrienden te worden met iemand. En ik sprak iemand aan op de speelplaats waarvan ik dacht dat ik er goed mee overeen zou kunnen komen. Geen idee wat er in mijn kop schoot, maar ik wel niet of. Ik ging op een bepaald moment naar iemand toe. Even uw vraag bijhouden, dat ik hem meer dan tijd heb. En dat klikte. Dat klikte echt wel vrij goed. Ik ben met die persoon beginnen praten en dat ging goed. Dat is één persoon die dat klopt. Zij voelt mij als het echt eng. Ik voel dat door. Je mag het geen naar beneden en geen naar boven. En niet altijd dezelfde toertjes. Een beetje avontuur. Niet, denk ik.